Woningcorporatie Wonen Midden-Delfland is met bewoners van het Kloosterpad in gesprek om overlast terug te dringen. Het is al langer onrustig rondom het straatje in Den Hoorn, met als triest dieptepunt de moord op een 59-jarige bewoner. Deze week is de straatverlichting in het Kloosterpad aangepakt. In april opent de corporatie er een buurtpost. Hebben u en de bewoners nu wel het idee dat jullie serieus genomen worden? Langzaam komt het op gang, hebben wij de indruk. We zitten even 3 weken weer met de burgemeester en met de woningcorporatie aan tafel. En wij gaan ervan uit dat er in die tussentijd wel het een en ander gebeurt. Als ik u zo hoor, bent u gematigd positief? Zien is geloven, ja, klopt. Deze week zijn 3 nieuwe aanhoudingen verricht na de moord op de 59-jarige buurtbewoner. Het gaat om 2 mannen en een vrouw. Vrijdag bepaalt de rechtercommissaris of zij langer vast blijven zitten. Eerder werden al 3 andere mannen opgepakt. Zij zijn na een paar dagen vrijgelaten vanwege gebrek aan bewijs. Wel heeft burgemeester Rodenburg de 3 een gebiedsverbod opgelegd voor het Kloosterpad en omgeving.